Wij zijn hier deze morgen allemaal eventjes bij elkaar gekomen, want vandaag is ook wel een speciale dag. Wie weet welke dag. Waarvoor gaan wij hier allemaal dingetjes doen en zijn we allemaal in het geel en in het blauw gekleed? Ja, zeg maar. Inderdaad, voor Oekraïne. En wij hebben een actie georganiseerd en we gaan die dag daarom allemaal starten. En de leerlingen van het zesde gaan jullie straks veel meer vertellen. Maar jullie mogen allemaal blijven zitten, maar eens kijken naar daar vanachter, naar onze vlag. Vandaag vindt de Nationale Actiedag voor Oekraïne plaats. Op de radio en de 4 tv-zenders kunnen jullie alle acties volgen. Ook wij doen mee. Wij hebben net de Oekraïnse vlag gelezen. Jullie zijn daarom vandaag in het geel-blauw gekleed naar school gekomen om Oekraïne te steunen. Oekraïne heeft het op dit moment heel zwaar, als gevolg van de oorlog tegen Rusland. Het land heeft daar onze hulp dringend nodig. Wij blijven niet bij de pakken zitten. Wij kunnen ons steentje bijdragen om Oekraïne te helpen. Het zesde leerjaar is enorm graag en heeft dus de handen stevig uit de mouwen gestoken. Daarom komen wij naar elke klas met zelfgebakken koekjes, muffins, wafels, cake en snoepzakjes. En die kunnen jullie kopen voor de prijs van 1 euro. Bedankt voor al het materiaal dat jullie reeds verzamelden. Dit alles wordt vervoerd naar een groot sorteercentrum in Stabroek, waar ook al een inzameling aan de gang is voor Oekraïners, Polen, kortom voor al diegenen die er nood aan hebben. Op woensdag 23 maart 2022 gaan wij ook op de Berlaarse Markt staan, met zelfgebakken lekkers. Al onze verzamelde centjes zullen gestort worden op de Nationale Rekening voor Oekraïne. Door deze verschrikkelijke oorlog lijden onschuldige mensen onder Poetins onmenselijk optreden. Het minste wat wij kunnen doen is helpen.
onze hartjes laten spreken. In een oorlog zijn er alleen maar verliezers. Laten we niet aan de kant blijven staan, maar solidair zijn met de Oekraïnse bevolking. Luisteren we nu naar het Oekraïnse Eurosonglied, gevolgd door een dansoptreden van de vijfde klas op het lied Soldier of Love. Bedankt voor jullie aandacht, luisteren en jullie solidariteit. Ja, we gaan hier stil nog. Hoe is het als op de lucht van de lucht? Dank je wel. Je voortdurend af.
Bedankt allemaal om hier te komen luisteren naar het vierde en het vijfde. Wij komen straks nog rond van alle klassen om onze spulletjes te verkopen. En love naar Oekraïne.